Onze volgende spreker is Alfred Slomp en die heeft een passie. Een passie om mensen te inspireren tot het maken van duurzame keuzes. En goed daarbij om te vertellen dat hij niet is aangesloten bij een kerk of bij een niet-governementele organisatie. Bijvoorbeeld, denk aan het Wereld Natuurfonds of Artsen zonder Grenzen. Ook niet aangesloten bij een bedrijf of een supermarktketen of een keurmerk. Dus puur op eigen titel. Een presentatie over keuzes en ethiek met als titel God in de supermarkt. Alfred Slomp, dames en heren. Ja. Eten. We doen het iedere dag en ik denk dat weinig zoveel voldoening geeft als een eenvoudige maaltijd. Boerenkool met worst, een boterham met kaas, melk met dadels. En tegelijkertijd horen we ook steeds vaker over een negatieve impact van ons eten op de wereld om ons heen. Waar je een jaar 15 of 20 geleden nauwelijks iets hoorde over klimaatverandering, spreekt een paar dagen geleden een 16-jarig meisje de wereldtop vol passie en emotie toe. De afname van biodiversiteit. En wie had gedacht dat ooit Nederland platgelegd zou worden door een stikstofcrisis? Ons voedsel speelt een rol in al die hoofdpijndossiers. En niet alleen impact op de wereld op ons heen, ook op onze eigen gezondheid. We gaan steeds meer eten, we dijen letterlijk steeds meer uit. En zoveel dat de Wereldgezondheidsorganisatie praat over een epidemie van obesitas. We geven in Nederland meer geld uit aan medicijnen dan aan voedsel, terwijl dat meer de helft van de chronische ziekteklachten, gezondheid, voedsel gerelateerd zijn. Je zou zeggen, het is heel simpel, we gaan anders eten op zo'n manier dat we nog wel genieten, maar met respect voor de wereld om ons heen en met respect voor ons eigen lichaam. Tegelijkertijd is dat lastiger dan het lijkt en sociologen, wetenschappers breken hun hoofd over te vragen hoe we mensen anders kunnen gaan laten kiezen. Om een voorbeeld te geven dat dat wat lastiger is dan het lijkt, ga ik u een vraag stellen, een hele simpele vraag. Wie van u vindt het belangrijk dat koeien in de wei lopen? Misschien niet elke dag, maar wel regelmatig. Nou, als u zegt dat vind ik belangrijk, zou je dan even hand omhoog willen steken? Wie vindt het belangrijk dat koeien in de wei kunnen lopen? Kijk even om u heen, dat is eigenlijk bijna iedereen. Hè? De volgende vraag die ik ga stellen, van wie koopt er een zuivel van koeien die altijd in de wei hebben gelopen? Melk, kaas, yoghurt, ijs. Wie weet dat eigenlijk zeker dat die dat elke dag koopt? Ik zie mensen nee schudden, maar zouden de mensen die dat doen even een hand omhoog willen steken? Ik zie één iemand de hand omhoog steken. Dit is wat je noemt Dit is wat je noemt de behavior gap. Er zit een kloof, er zit een verschil tussen wat we vinden als burger en wat we doen als consument. En tijdens onze workshops maken wij die kloof, die behavior gap, bespreekbaar. En tijdens onze workshops denken we ook met consumenten na over die behavior gap en hoe dat voor die persoon speelt. En we stimuleren mensen om na te denken over die keuzes die ze maken. Die workshop, God in de supermarkt, heb ik ontwikkeld samen met een vriend van mij, Arjan Schoonhoven. Ik ben hier even alleen, hij is tijdelijk ziek. Maar daar denken we na over die kloof, het verschil tussen wat we doen als consument en wat we vinden als burger, wat we doen als consument. We denken ook na over hoe je anders zou kunnen kiezen, welke andere keuze je zou kunnen maken. En als je dat doet, dan loop je wel soms tegen dilemma's aan. Hè? En één dilemma is een heel mooi dilemma, die bespreken we ook vaak bij onze workshop, is de vraag, als je nou appels wilt kopen, hè? En je hebt twee soorten appels, daar ga ik zo nog heen, sorry, deze moet ik nog even noemen, maar dit is wat Mahatma Gandhi zegt. Het verschil tussen wat we doen en wat we kunnen doen, zou voldoende zijn om het grootste deel van de problemen op te lossen. Hè? Dat is die kloof verkleinen tussen wat we vinden en doen. En onze missie is, als mensen die kloof verkleinen, wij met z'n allen, kunnen we een heel groot verschil maken in de wereld om ons heen. Dit zijn die appels waar ik het over had. Een dilemma, een voorbeeld. Als je nou zegt, hey, ik wil appels kopen, en kies ik dan de biologische appels uit Nieuw-Zeeland of de gewone appels uit de Betuwe? En als we die vraag bij de workshop stellen, we vragen, hey, welke appels stoten meer CO2 uit? Dan zeggen eigenlijk alle mensen, die biologische appels uit Nieuw-Zeeland stoten meer CO2 uit. Terwijl het gekke, realistische antwoord is dat die appels uit Nieuw-Zeeland tot 40% minder CO2 uitstoten dan de gewone appels uit de Betuwe. Ik heb niet de tijd en de ruimte om die argumentatie erachter uit te lichten of toe te lichten. Maar dat is een voorbeeld van een dilemma die in de praktijk toch wel ingewikkelder ligt dan dat je zou denken. Een ander leuk dilemma is, kies je een kaassoufflé of een frikandel? Kies je biologische kip, wat beter is voor het dierenwelzijn, of kies je een gewone kip die minder CO2 uitstoot? Het zijn hele interessante dilemma's om met elkaar over na te denken.
En je kan wel degelijk verschil maken als consument, maar dan moet je wel dingen ook begrijpen en weten welke keuzes je moet maken. In onze workshop denken we daar met deelnemers over na, geven ze argumenten, helpen ze dingen te begrijpen. En proberen vooral mensen te helpen om vanuit hun hart te kiezen. Ik vertelde net al dat Arjan Schoonhoven, mijn vriend, die is, heb ik de workshop mee ontwikkeld, hij is tijdelijk uitgeschakeld door ziekte. En tegelijkertijd in zijn ziekteproces maakt hij een mooie ontwikkeling door die heel stimulerend is voor de workshop. Hij woont in Hilsum, dus de juf is waard en hij is daar elke dag te vinden. Weer of geen weer, seizoenen in, seizoen uit, winter, zomer, regen, herfst. Hij maakt elke dag het rondje, hij kent elke libelle, kent elke vogel, elke pol, ik zou bijna zeggen elk grassprietje. Hij vertelde mij, Alfred, als we mensen echt willen laten veranderen, echt andere keuzes willen laten maken, dan moeten we ze niet gaan wijzen op klimaatverandering. Niet uit angst voor klimaatverandering. Geen moreel vingertje. Niet uit een moreel geweten. Maar vooral uit liefde, uit bewondering voor de natuur om ons heen. Dit schilderij wat hij geschilderd heeft, van een biologisch korenveld bij hem in de buurt. En je ziet de bloemen, de zwaluws, het springt eruit. En zijn missie of zijn verhaal is, laten we kiezen vanuit verwondering voor de natuur. En op een dag zat ik hier in Veenendaal. Onder deze boom, kent u het? In de hooilanden, het klompenpad. Ik zat op dat hekje. Ik voelde de wind over mijn benen waaien. Ik hoorde het ruisen van de bomen. Een paar vogels floten. Ik zag de bloemen. En het trof me en het raakte me. Ik dacht, dit is wat hij bedoelt. De verwondering, de liefde voor de natuur. En vanuit die bewondering van de natuur ga je zelf anders kiezen. Dit zijn mijn kinderen. Ze zijn de volgende generaties aan wie wij deze wereld doorgeven. Welke wereld wil ik doorgeven aan de generatie na ons? En ja, deze foto laat me heel veel zien van dit is de wereld die ik door wil geven. En dat heeft ook consequenties voor hoe ik mijn leven nu inricht. En die liefde, verwondering van de natuur en de generatie na ons, als je die bij elkaar neemt, dan wil ik me afsluiten, kom je bij dit citaat van Caroline Steele. Zij zegt, onze nalatenschap aan hen die de aarde van ons erven, zal bepaald worden door hoe wij nu eten. Hun toekomst ligt in onze messen, vorken en vingers. Eet smakelijk.